Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van Overlord 2. Hier staan nog twee kisten met money erin. Wat we ook nog een keer moeten gaan uitgeven. Want we moeten nog een keer weer terug naar de Dark Tower. En Giblet, onze blacksmith doodle volgens mij, aan mijn hoofd. Heeft nieuwe dingen gekregen, nieuwe recepten om het zo maar te noemen. Om dingen te maken. Hé, kijk! Een elfje. Staaf elfje. Goed zo, elfje. Graaf elfje. Hé, kijk! Een van onze crewmembers. Nog eentje en we hebben ze alle 10 weer. Onze oude crewmembers. Ik snap niet waarom we überhaupt nog moeite doen eigenlijk om hem te vinden. Maar. Hij moet iets een reden hebben natuurlijk. En we zijn bij het beeld volgens mij. Yep. Hé, hey, kijk. Vale Florian Gaylord. Elfje. Staff. Hé, hey, je hebt mijn vale... Je hebt een green vermoord voor mij. Kijk aan. Alles is kapot. Nu dan. Oké, okay, we hebben dus nu wat greens. Even kijken hoeveel. We hebben 13 greens. En 1 brown. Wow. Wat mooi. Ik wist niet eens dat we zo'n ander ding hadden. Greens. Oh, we hebben nog geen hive. Kut. Oh, we hebben dus 13 greens. Dan wil ik er 4 browns bij. En 5 reds. Ja, pak er nog wel 2 browns bij. Omdat we van browns ook het meeste hebben. We kunnen 25 man maximaal meenemen. Alhoewel, nee, fuck it. Nee, niet een red erin, jongen. Als we dit doen, er zijn 13 greens, 5 browns en. Kom hier. En 5 reds. Nou hebben we nog 2 over. Als wij bij iets groens komen, zometeen, zouden er weer greens moeten spawnen erbij. Dat in dat er weer 2 greens bij spawnen, als het goed is, dan hebben we 15, 5 en 5. Normaal gesproken. Oké, we kunnen de barricade aanvallen. Daar moeten wij nu heen. Als we daarheen moeten, gaan we even terug. En ik wil even kijken wat er in dat andere plekje is dan. En ik wil ook kijken wat hier is. Dus hier gaan we ook even die barricade gaan we ook even kapot maken. Oeh, daar ligt iets achter. You choose all. Iets waar we wel wat aan hebben. Om te hebben, zeg maar. Is dat niet duidelijk? Iets waar we wat aan hebben om te hebben. Waarschijnlijk is dat een mana upgrade. Ik weet het niet meer. Volgens mij die rode was HP. Dus mana. Dan zo'n driehoek is een ander upgrade. En het ding voor meer lui meenemen. Ik weet niet wat kleur die had. Oh, we hebben een Halo spel. Alt en press A en D te cast een Halo spel. Create a shockwave. Ah, A en D zo. Wow. Ziek shit. Die minions die helpen zelfs mee. Dat was ziek. Dat was wel nice. Dat was wel een leuk spel. We gaan dus heel even terug. Zoals ik zei, we gaan even kijken. Het strand af. Of ben ik het strand nog wel af geweest? Ik weet het niet meer. Volgens mij zijn we het hele strand nog niet af geweest. Maar waar alle panda vermoord? Ik denk het niet, want anders hadden we waarschijnlijk nog wel een minion gevonden. En als het goed is, als we hier komen. Kijk, zie je, er komen er nog 2 greens bij. Dus hebben we 15 greens, 5 rode en 5 bruin. Dat was ook mijn bedoeling. En dan zou hier met een beetje geluk. Ja, onze laatste dude moeten zijn, zie. Tot you. You found your minion crew member. The game will blij. Staff. Spinnen. Ik ben hekel aan jullie.
Money, money, money! Alright, dat was dat. We hebben een paar quests die we moeten doen. Rescue the Green Minion Hive, dat gaan we nu dus doen. Visit the Wasteland, daar zijn we net al heel veel geweest dan, omdat ik die vrouw aan had geklikt. Als ding. Control Norberg Town, het enige wat je daar moet doen is villages killen. 100. En 100 enslaven en je moet een total population hebben van 100. Dat is Norberg Town, dus daar hebben we vrij weinig aan nog op het moment. Kill 1000 gnomes, dat is ook een aparte missie. Dus eigenlijk hebben we er vrij weinig aan. Het enige wat we nou moeten doen is de Green Minion Hive redden. Dat is ons doel voor dit moment. En we hebben nu dus 26 man mee, omdat het nu kan blijkbaar. We hebben een limit van 25, maar we kunnen nu 26 man meenemen. Is dat niet geweldig? Heel veel browns mee, met mooie zwaarden en... Nou, is er nog wat. Oké, die dingen die irriteren mij. Maak je me kapot. Ah, er zit HP in. Mooi, weten we dat ook weer. Als we ooit HP tekort komen... Gewoon die bomen aantikken, zodat al die mango's of weet ik veel wat het zijn eruit vallen. En dan kunnen wij dat mooi gebruiken om te healen, zeg maar. Omdat er HP dus in zit. Duidelijk, duidelijk. Wij gaan naar boven en naar links. We gaan de Green Minion Hive redden. Ik ben zeer benieuwd waar die is. Tussen een heel leger panda's, een panda leger. Dat zou het zijn. Of we komen nu bij dat strand ding, dat kan ook. Want er is een beach resort. Dat weet ik gewoon nog. Dat er een beach resort was, maar... Nee! Such sights. Don't make me skin you and wear you as a hat, Gnarl. Kelder wordt jaloers omdat er een mooie dame is. Yay! Autosaves. En we hebben een nieuwe portal. Oeh, we kunnen ons mana regeneren. Mana! Dank u. Oh ja, daar gaan we dan. Met alle greens die wij hebben. Hier is niet wat. Oké. En deze kant op. Wat de fuck is hier te beleven? Water. Dat is niet zo fijn. En een barricade. En dan kan ik die barricade ook kapot slaan trouwens. Dan blijven mijn minions achter. Daar ben ik minder blij mee. En dit is een pad wat ergens naartoe leidt. Ah ja, ga boven langs. We moeten natuurlijk hier naar binnen. Alleen we kunnen niet naar binnen via de poort. Dus we moeten omlopen. Dus we gaan via hier. Oké, okay, dan ga ik even over het water heen. Die barricade kapot. Maar ik wil weten wat erachter ligt. Ik ben behoorlijk nieuwsgierig, zoals je merkt. En ik wil alles collecten. Alles. Alles hebben. Oké, minions even blijven wachten. Ah, fucking hell, poison berry. Oké, never mind. Ah, er is wel een green ding daar. Alleen omdat we de hive nog niet hebben, kunnen we die green minions daar nog niet summonen. Dat is een beetje het kutte. Anders hadden we kunnen doen, maar... Gaat nou niet werken. Lopen we naar de poort toe, kijken of ze nog wat zeggen of niet. Waarschijnlijk niet. Misschien kunnen we wel gewoon knock knock on heaven's door doen. Nee, oké. Okay. We moeten echt omlopen. Gaan we dat doen? Machine, spacien. Mijn zwart, groen, rode leger. Het is niet groen, het is eigenlijk. Of zwart, het is meer bruin eigenlijk. Er is volgens mij geen enkel land wat zo'n beetje zwart in hun vlag heeft. Breng me opeens. Ik zat omdat ze echt zo achter elkaar lopen, lijkt me hier een lopende landvlag. Zeg maar. Squeaky camouflage. Ah! Oh ja, yeah, oké. Okay. Wij moeten ons verkleden als minion. Enemy master. Dat klinkt dan zo creepy. Enemy master. Aha, we gaan ook magical nudge.
Oh, ik kan zeggen dat duurt lang. Woehoe, ticker. Kleine kutdingen. Kill. Kill. Oh. Ik moet een green hebben. Oh, dat werkt nog niet, want ze moeten er eerst allemaal heen lopen. Iedereen. Het punt is, we moeten een green hebben, anders komen we niet door die fucking barricade heen. Dus we moeten nou met 13 greens, kunnen we dat maar aanvallen. Want de rest gaat dood. Now, it's important to make the most of that green's stealth abilities. What stealth? I don't envy you inside that smelly carcass. Just breathe through your mouth, sire. Like smelly carcass. Ah! The green's carcass. Daar gaan we, wat voor? That place certainly is heavily guarded. Very odd. I wonder what's going on inside. Well, you'll soon be finding out, Lord, if they have our hive. You need to there's the hive. Ah, that was inderdaad niet al zo moeilijk. Unfortunately, now we need to get it out of there. It's too big for the minion hole. Ah, fucking hell. Oh my god, mages. Oh ja, dat kan me nog wel herinneren volgens mij. Volgens mij kan me dit kasteel nog wel herinneren. Gates, Lord. That's the only way we'll get the hive out. Jee, de deur open. Even die life force oppakken. Kistje. Ah, mooi, ze hebben wapens gevonden. Goed bezig. Zo hoort dat. Money. Die kist moet ik open. Dank u. En verder is hier niet wat te beleven. Hoi! Moet nog iemand een mooie pick-up wil hebben en een ander ding? Goed zo. Even kijken, wat is hier nog? Want daar zijn we niet naartoe geweest. Ah, daar kunnen we niet eens heen. Dat is een gat. Dat is een gat. Daar hebben we niet willen. Hoe de fuck komen we bij die switch? Via hier. I don't like the look of those fellows either. Nee. Out of sight and away from those beams. Inderdaad. Dat ziet er niet als te prettig uit. Greens can hide in those gardens to avoid They like a bit of shrubbery. Oké, dus we kunnen ons verstoppen in bosjes. Met de groene lijstjes dan toch? Verder niemand, alleen met de groene lijntjes. En wat jullie weten hoe goed ik ben in stealth. Eigenlijk moet ik er achteraan kuchen. Maar dat doe ik niet, want ik ben al verkouden. Hey, kijk, we gaan hier. Ik hoor minions. De dwarfs. Hoe heet die kutdingen? Gnomes. Gewoon gnomes. Oeh, kistjes. Money. En veel ook. We moeten even allemaal naar binnen komen, want anders komt het niet goed. Want mijn muis is weer buggy aan het doen. Nee, het ligt niet aan mijn muis, het ligt aan de game. Maar... Hey, HP. Voordat die dude daar aankomt met zijn laser beam. Hij loopt lekker langzaam. I'm sure these lawn ornaments could create a distraction. No one likes having a gnome infestation on their hands. No one likes a gnome infestation. The sentinels and the eradicators. Then sneak up on them. We gaan eerst kistjes kapot maken, Nor. Ah, je wilt waarschijnlijk nog wel weten wat die dingen doen ook.
Die blauwe dingen, dat kun je nou wel zien, denk ik. Beetje geluk. Maar niet helemaal dus. Wat we hier precies moeten, weet ik niet. Het heeft totaal geen nut. We gaan naar beneden, we gaan even die gnome snakken. Wij kunnen hier ook gewoon niet naar binnen. Kijk, dat doen die blauwe dingen. Wat doet die beam? Aan de kant. Hey, nee, niet mij. Maar we moeten voorbij die dude komen. Oh. Kut. Dat was niet de bedoeling. Hallo greens, krijg je dan meer greens? Nee. Kutzooi, dat was niet even de bedoeling. Ah, fucking hell. Iedereen eromheen. Dat was niet de bedoeling. Waarschijnlijk moeten we dan alsnog op dat platform zitten ofzo en dan kunnen we bepaalde dingen doen. Ik heb eigenlijk geen idee om exact te zijn. Om eerlijk te zijn bedoel ik. Om exact te zijn. Ik heb geen idee om exact te zijn. Dat is een nieuw woord. Nou ja, geen woord. Zin. Ik kom niet meer aan mijn woorden, help. Ik kan niet meer praten hoor. Hallo Greenhive. Goeiedag, aangenaam. En daar moeten wij naartoe. Ze lopen ook gewoon buiten die balk bijna. Oh, Kesha. Het is wel goed eigenlijk dat ik dood ben gegaan. Anders hadden we nog treasure gemist ook. Dat is toch helemaal erg. Kom, mee minions. We hebben al 6000 cash trouwens, dat is echt ziek. Dat is lekker veel. Daar kunnen we vast heel veel dingen mee doen. Nou moeten we alleen nog even doorkrijgen hoe de fuck we die minions moeten gebruiken. Gnomes moeten gebruiken. Ze moeten wegrennen. Zo gauw als die dude met die blauwe shit. Nee! Oh, for fuck's sake. Ik zit vast gewoon ook. Ik wou wel, maar ik kon niet. Dat was het probleem. Ik wou van die knop afgaan, maar gewoon dat blijven wachten eigenlijk. Maar om onbekende reden, die gnomes rennen gewoon rond. En hij komt alsnog naar die fucking switch toe. Waarom? Ik heb geen idee. Ik vind dat best wel apart eigenlijk. Dat is gewoon corrupt, game. Dat is gewoon corrupt. Dat is niet lief. Helemaal niet lief. Moet ik hier weer overheen lopen? En die gnomes lopen hier nog gewoon. Die hoor je gewoon nog lopen. Wat is dat voor corrupte bende game? Daar hou ik niet van. Ik heb een hekel aan corruptie. Ik heb een group 2. Fuck jou. Ik zit in de bosjes, je ziet me niet meer. Je ziet me niet meer, ik zit in de bossen. Fuck off. We hebben nog steeds al onze lijntjes. Oké, we gaan op de knop staan. We lopen even weg dan. Zouden we er nou normaal langs kunnen dus. Hadden gekund. Nou, niet meer. Het boeide me gewoon niks. Maar nou opeens wel weer. Wij kunnen hier niet langs. Wel. Nee, we kunnen echt niet hier vanaf. Dat is kut. Oké, nu. Move it, minions. Ah, for fuck's sake.
For fuck's sake, game. Oké, okay, hou dat ding, hou dat ding, hou dat ding. Draai, 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 draai. Oké, okay, er is er eentje dood. De één green minder. Oké, die laat wel killen. Run, run, run. Oké, ze zijn allemaal bijna dood, denk ik. Dear me. Ik ben de enige die nog leeft. Hé, hey, kijk, helemaal mijn empire. Ik ben de enige minion die nog leeft. Dat is best treurig. Dat is best wel zielig. Oh. Right, bring in the gnome. Right, bring in the gnome. Hardly any magic and too weak for the arena. Waste of an eradication if you ask me. What? Right, wait for eradication. Oh, er valt er nog een. Oh my god. Ridiculous. I don't have any magical powers. Will these upstanding Empire citizens say that you do? Yes, she bewitched my husband, governess. They oh weren't my bewitched. God. They were bored. I can't help it if rich and powerful men are attracted to me. She's a witch. She must be. She must Silence. Be. Dat zijn ook allemaal dik. Die Empire daar. Oh. I knew it. Eradicate her this instant. Wait. Since this is such an unusual specimen, I'd like to examine her before she is cleared. Tuurlijk. Broken. I don't have any magic. Ja, en die komt dat die vuile minion dus nou. Oh ja, Noom eronder zat nu. Remember master, I first wench later. Remember master. No. What Noom meant to say is focus on the task. What Noom meant to say? Of course, if you happen upon this prisoner of the Empire, then I'm sure she would be most useful in. Daar zitten dus al onze minions nu, hè? Daar in die fucking dingen. Dus we kunnen ze allemaal wel terugkrijgen. Dat is het fijne op zich eraan. We kunnen ze wel terugkrijgen, want ze zitten allemaal in al die fasen. Dus eigenlijk is er vrij weinig verloren. We zullen ze komen terug moeten krijgen, want anders komen we niet ver. Hallo, dikke vrouw. Woon. Hallo, minion. Help me mee, al die potten kapot te maken. Kom terug, minion. Kom, mijn minion. Yay, we zijn weer terug. Kunnen we die dikke lui allemaal aanvallen? Ja, we kunnen ze allemaal killen. Mooi, staff. Jullie allemaal. Die, bitches. Daar gaan we veel life force uit krijgen, denk ik. Of helemaal niks. Kan ook. Staff! Oh ja, wel cash krijgen we. We krijgen cash en life force. Mooi. Oké, okay, we krijgen een paar wapens, zo te zien. I've seen wolves less vicious than empire women. And at least wolves are only after your meat, not your money. Ja, die empire women zijn inderdaad al bitches. Treasure! Staff! Goed zo. Mogen die kist ook kapot? Hallo, sla die kist kapot. Aha, eindelijk. Oh, duidelijk. Fase kapot. Hey, wat we moeten doen is sowieso terug gaan. Met een beetje geluk als we deze dude nakken. Sneaky en silent natuurlijk. Want we hebben de poorten wel opengegooid vorige keer. Dan moeten we hier gewoon langs kunnen lopen. Kijk, anders moesten we hier maar omlopen. En kunnen we nou gewoon de green hive halen. Hier, bam! Zie dit gewoon werken ook nog. Het is gewoon een wonder. Ik sta versteld van mezelf. Het werkt. Het was heel onbedoeld. Ik was de enige levende nog. Maar het is ons wel gelukt daarmee. Dan zijn we natuurlijk nog niet weg, maar gaat om het idee.
It seems as though they can detect magical creatures. Uh-oh. That's bad news for us. You're going to have to take them out before we can get the hive away. Alright. Dus moeten we even fully callen. Zij droppen de hive daar maar even. En dan moeten we dus de Sentinel aanvallen. Ze staan op een platformpje. Het is in dat wij de platformen kunnen nakken. De donderen zijn naar beneden, dacht ik. En dan zijn ze dood. Volgens mij was het dat ondertussen. Dat is een panda die je hoorde schreeuwen. Maar het klonk als een T-Rex op de achtergrond. Maar we gaan verder in de volgende part trouwens. Dan gaan we de Sentinels nakken. En ik wil net zeggen Red Hive. Waarom weet ik niet. Maar dan gaan we de Green Hive eruit halen. Dus later. Wil jij altijd de beste deals hebben en vertrouwd games kopen zonder op allerlei websites een account aan te maken? Dan ben je bij Kingwing aan het juiste adres. Voor meer informatie klik op de link in de beschrijving.